deze video nemen we 's avonds in het donker een kijkje in een atoombunker. Deze bunkers werden gebouwd in de Koude Oorlog om een eventuele aanval voor te zijn. Gelukkig zijn deze bunkers nooit gebruikt, maar alles uit die tijd is nog wel achtergelaten. 17 uur hebben deze lopen draaien. 14 uur. En voor de rest zijn ze gewoon uitgegaan. Wil jij zien wat we allemaal meemaken en aantreffen? Dat check je in deze video. Oh, daar gaat licht aan. Jongens, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van UrbexNL. We staan nu in een verlaten atoomkelder. En dit is niet zomaar een kelder, dit is een complete bunker. En we zijn dus net binnengeklommen. En je moet dus over een oude parkeerterrein. En we hebben net al camera's zien hangen. We moeten super erg oppassen. Maar we zijn hier net binnengekomen, dus we moeten als die camera's werken, dan staat er hier binnen, nog geen 2 minuten, staat er hier politie. Het politiebureau staat hier vlak naast. Dus dan zijn ze hier sowieso en krijgen ze direct een melding. Dus we moeten dit echt wel heel erg snel doen. En via deze deur kunnen we dan gewoon heel de atoombunker kunnen we dan in. En moet je kijken met wat voor stalen deuren dit allemaal is afgesloten. Dit allemaal. En dan kom je hier. Hier komen we dan in de oude parkeergarage. Hierboven zit ook een parkeergarage. En dit is eigenlijk een hele parkeergarage. En daar konden ze dus ook allemaal mensen kwijt. Je moet je eens voorstellen dat je hier in de Koude Oorlog zat. Je wist niet of er nog oorlog zou komen of dat het gewoon alleen maar vrede zou blijven. En daarvoor werden dus al deze atoombunkers werden dus gebouwd om een eventuele aanval voor te zijn. Dus dit is gewoon echt gewoon niet gebruikt. En al die, dat het net lijkt op parkeergarages, hier konden ze dus ook allemaal bedden kwijt. Hier konden dus van alles kon je dus zien, meemaken en doen. En ik zie hier naast me, kijk, hier zie ik dus al een ding. En dit kan ook draaien. Kijk, als het goed is. Kijk, dit kan dus ook draaien. En dat is dus hoeveel vieze lucht en zo. Yo. Kan hier dus mee worden afgesloten. Dus alles zit dan dicht. En dan kan er dus geen vieze lucht of goede lucht kan er dus in deze ruimte komen. Omdat het natuurlijk ook gewoon een heel eigen filtersysteem heeft. Dat gewoon voor heel deze bunkercomplex gewoon allemaal de zuurstof en de dingen regelde. En dan had je hier dus ook weer een luikje. Waar je dus ook weer alles door kon zien naar de andere kant. Waar er dus ook vijanden en zo allemaal binnen konden komen. Ik denk dat ik ook weer snel even deze kant op ga lopen. Hier heb je de toiletten. Wauw. Kijk hoe vet. En dit stamt gewoon allemaal uit iets na de Tweede Wereldoorlog. 1945 tot 1991 was dus de Koude Oorlog. En dit is dus precies voor die periode is dit dus helemaal gebouwd. Je ziet dat hier gewoon helemaal niks is aangetast. Alles is er nog. Alles, ja, werkt dan niet meer, maar echt wel heel erg uniek. De meeste bunkers en zo, die worden allemaal gelijk gesloopt door allemaal vandalen. Maar hier ligt gewoon alles. Hier de pompjes met het zeep. Oh, dat werkt helaas niet meer. Voor de zeep, borsteltjes en dingetjes. Alles ligt hier gewoon. Hier hebben we nog meer kamers. Kijk, dit zijn ook allemaal wc-hokjes. Maar je moet je voorstellen dat je hier met misschien wel 2000, misschien wel meer mensen zat. En dan gewoon allemaal natuurlijk hier zo jezelf moest wassen. En allemaal je ding moest doen. Alles is gewoon aangelegd. Hier, kijk. Weer precies zo'nzelfde ding. Hey, Mark. Hier, centrale. Mark. Ja. Holy shit. Dit is hem. Dit is hem. Ja, ik heb hem gezien. Wow, yo. Gast. Dit is hem, ja. Dit is het. Wow, dit meen je niet. Dit is lijp. Dit meen je niet. Dit is kijk dan. Hé, maar alles is nog recent gekeurd. Ja? De luchtfilters hier aan de andere kant staan in de luchtfilterruimte ja? Zijn recent gekeurd.
Welk jaar? 2004, maar die zijn nu nog goed. Ja? Ja, ze komen uit 1989 en in 2004 hebben ze een herkeuring gehad. Bizar. Kijk en alles, gewoon een hele oude radio zit erin. Noodhouders. Om natuurlijk te kunnen communiceren met iedereen. Noodhouders. Hier liggen ook nog allemaal hele oude boekjes. Hoe je natuurlijk al die machines en zo, hoe dat allemaal werkte. Want je had zoveel verschillende knopjes en dingetjes. Kijk dan hier voor de pomp. Alle stoppenkasten, alle verschillende voor de lucht. Voor het licht op verschillende delen. Dus toom, reis, allemaal verschillende dingen. Kijk hoe vet. Hier de luchtventilatie. Alles kon je hiermee aan en uitzetten. Kijk hoe lijp. Alles had gewoon zijn eigen dingetje. De betonbehalter. Nog een betonbehalter. Alles, en alles kan je gewoon zien. Alles is gewoon daadwerkelijk nog aanwezig. Hier is niemand geweest. Geen koperdieven, niks. En alles is nog hier intact. Alles is gewoon helemaal mooi. Zoiets heb ik echt nog nooit gezien. En gewoon overal waar je kijkt zie je allemaal verschillende kabels. Die voor iets heel anders werkten. Voor de lucht, voor de knoppen, voor de kleppen. En dat dit gewoon allemaal in 1945 is gebouwd. En dan allemaal er nog zo uitziet. Dat is toch echt wel super uniek. En hier heb je dan ook weer al die stroomkringetjes en zo. Je ziet allemaal hier van de keuken het licht. Van nog meer allemaal andere dingen. De wc. Kip van alles. Ik durf niet te zeggen wat alles natuurlijk precies betekent. Ik kan ook niet heel erg goed Duits. Maar echt alles is hier achtergelaten. Zelfs de metertjes staat gewoon nog zelfs 14 op. 17. 17 uur hebben deze lopen draaien. 14 uur. En voor de rest zijn ze gewoon uitgegaan. Hier 35 uur. Dit is echt bizar. Na de Tweede Wereldoorlog, toen Hitler dus had verloren, is dus heel Duitsland dus overgenomen door verschillende landen. In het westelijke deel van Duitsland had je dus Frankrijk zitten, je had Engeland zitten en je had de Verenigde Staten zitten. En aan het oostelijke deel zat dus de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie en de rest, dat ging eigenlijk niet echt samen. De Fransen, de Engelsen en de Verenigde Staten mensen, die gingen dus prima samen. En uiteindelijk is dat dus ook Oost- en West-Duitsland geworden. En er was altijd wel een strijd tussen die twee. Het was nooit vrede. En dat noemen ze dus ook de Koude Oorlog. Er was altijd strijd tussen Oost- en West-Duitsland. En op elk moment kon er dus ook een oorlog uitbreken. Ze waren natuurlijk super boos op elkaar. En ja, er moest maar iets gebeuren. Of alles werd gewoon weer van begin af aan. Er werden dus met atoombommen werden er dus gedreigd. Ze hebben dus ook verschillende staten opgericht. De Fransen, de Engelsen en de Verenigde Staten hebben dus een eigen staat opgericht. En Oost-Duitsland werd dus ook de DDR. En het was dus veel beter was het dus in West-Duitsland. Omdat de Amerikanen die hielpen dus ook West-Duitsland. En Oost-Duitsland wilde er eigenlijk totaal niks van weten. En die lieten dus al een bevolking en alles was dus communistisch. Dus de regering, die had alle leiding over alles, was van alles de eigenaar. En West-Duitsland was dus kapitalistisch. En kapitalistisch, dat wil dus zeggen dat alle ondernemers hadden hun eigen bedrijven, probeerden zoveel mogelijk winst te maken. Je mocht alles doen als burger. En daarna zagen dus ook de mensen in Oost-Duitsland dat ze het aan West-Duitsland, dat ze het daar gewoon veel beter hadden. Dus in 10 jaar tijd zijn er dus zo'n 3 miljoen mensen zijn er van Oost-Duitsland naar West-Duitsland gegaan. Alles natuurlijk omdat het natuurlijk echt niet goed was in Oost-Duitsland. En de regering van Oost-Duitsland die had dat natuurlijk ook wel door. En die wilde dus ook voor zorgen dat er natuurlijk niet zoveel mensen van Oost naar West gingen en hun besloten dus om ook een muur neer te zetten tussen Oost- en West-Duitsland.
En dat is dus ook de Berlijnse muur. En ja, uiteindelijk ging alles weer samenwerken. Werden de atoombommen gemaakt door beide partijen. Om dus ook gewoon ja, met elkaar te dreigen in de situatie dat er misschien een keer iemand een atoombom zou gooien of zoiets. Maar gelukkig is dat dus niet gebeurd. En zijn dus al deze atoombombunkers zijn dus gebouwd ter verdediging daarvoor. Maar gelukkig is het dus nooit gebeurd en zijn dus ook gewoon nooit in gebruik genomen. Dus met dat in je achterhoofd lopen we op een hele andere manier door zo'n hele bunker. Gewoon alles is nog uit die hele oude tijd. Ik zei het in het begin van de video ook al. Tussen 1945 en 1991 was dus ook de Koude Oorlog. Je ziet allemaal spulletjes, allemaal briefjes hier liggen hier. Het is echt ongelooflijk wat hier allemaal ligt en is achtergelaten. Er zal vast nog ergens een jaartal van 1945 of 19, weet ik voor waar, zal er ook vast nog wel ergens in staan. Allemaal de uitleg van de verschillende machines. Hoe het allemaal in zijn werk ging. En natuurlijk ook hier de super oude telefoon die ze gebruikten om natuurlijk met andere bunkers ook te kunnen communiceren als er eventueel wat gaande was. Allemaal hier weer verschillende knopjes. Dat gewoon eigenlijk nooit is gebruikt. En dus ook alle radiomateriaal. En hier zelfs deze telefoon ook. Het is echt super uniek om te zien. En ik ben echt super blij dat ik gewoon deze locatie nog heb kunnen filmen. Kijk, en hier op deze tafel liggen dus ook allemaal verschillende papieren. En ik heb net buiten de camera om, heb ik al even gekeken of ik een datum kon vinden. En ik heb hier dus een datum gevonden. Kijk, 13-12-66. Dus 13-12-1966 komt deze tekening. Met waarschijnlijk alle ventilatieschachten en zo. En voor de lucht en zo die hier allemaal geregeld werd. Deze dingen, die geven dus ook licht aan. Dat heb je net gezien. Als ik hier zo met mijn kabel of met mijn lamp opschijn. En ik doe hem uit. Kijk. Heb je zo hier zo'n streep? Dan heb je precies een streep. Dus als de stroom uitvalt, hebben ze hier licht. Als de stroom plots uitvalt, dan hebben ze hier toch nog even licht. Kijk, als ik hier zo langs loop. Zo. Ik doe hem uit. Kijk. Dus alles verlicht. Alle muren zijn verlicht. Kijk, en hier hebben we dus ook weer een deur met luchtschachten. Of weet ik veel waar het op lijkt. Het lijkt een beetje op lucht iets. Kijk, en dan kunnen we hier dus ook naar binnen. Het is hier al wat warmer dan normaal, moet ik zeggen. Kijk dan dit. Dit zijn dus al die ventilatiedingen. Hier aan deze kant alle ventilatie die door heel de bunker, door middel van al die schachten en zo, allemaal werd verspreid. En ook weer al die bepaalde tanken die hier dus staan. Ik durf niet te zeggen waar dit voor is. Misschien als reserve van iets. Dat durf ik niet te zeggen, maar de datum is van 01, van 2001. En hier, 2004 zijn deze dingen nog gekeurd. En hebben hier dus ook weer het hele stelsel, wat je dus ook zag in de controlekamer, de grote controlekamer. En hier zie je dus ook weer al die luchttoevoer en zo van warme, koude lucht. Dat allemaal weer ja, door heel die bunkers werd verspreid. Het is echt wel super indrukwekkend om te zien. Puur omdat je natuurlijk ook gewoon al die dingen weet. Dit loopt ook nog helemaal naar beneden. Ik heb geen idee waar dat allemaal uitkomt. Maar dit is toch wel heel vet om zoiets te zien. En dat alles ook nog gewoon in zo'n goede staat is. Alles is er nog. Niks is weggehaald. Alle bordjes hangen er nog. Alle kabels hangen er nog en al die mooie posters en plattegronden zijn allemaal nog achtergelaten. Zo, je voelt gelijk weer die koude lucht. En dan moeten we, ja. En de lamp uit. Ik zie helemaal niks. Buiten.
is precies hetzelfde. En hierboven stond dus een parkeergarage. Jullie kunnen het niet echt goed zien, maar dat is allemaal gesloopt. En, oh, daar gaat licht aan. Oh. Kijk, daar staat dus iemand. Jongens, wij zijn weer gelukkig veilig bij de bus. Jesse is dus in de bus gebleven omdat hij deze locatie al heeft gedaan. Hij heeft dus ook ons een beetje op de hoogte gehouden wat er hier, of de politie misschien langs zou rijden of weet ik het wat. Mark en ik zijn gelukkig weer buiten. Dit was echt een super lijp avontuur. En omdat we natuurlijk ook de geschiedenis weten zo van die Koude Oorlog en van al die bunkers die dus nooit in gebruik zijn genomen, maakt zo'n locatie toch wel echt super speciaal. Dus wij gaan weer naar de volgende locatie. Dus vond je dit nou een super vette video, laat dan even zoveel mogelijk likes en reacties achter onder deze video. En dan check jullie weer bij een volgende video. Later!